Vandaag bespreken wij de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter over Zwarte Piet. Ten eerste, we bespreken eigenlijk niet de uitspraak, maar de samenvatting van de uitspraak die uitgezonden is op AT5. Dan komt de rechtbank bij artikel 8 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel gaat onder andere over de bescherming van het privéleven. Een van de rechten van de mens is bescherming van het privéleven. Maar ik pak even artikel 8 zelf erbij, want het is misschien handig om het even te citeren. Mm-hmm. Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven. 1. En ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is. De overheid zal dus moeten inschatten in hoeverre ze moeten ingrijpen. Ja, ja. En over die inschatting worden dus blijkbaar rechtszaken aangespannen. Ja. En dit is één zo'n rechtszaak. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd dat negatieve stereotypering van een groep mensen een negatief effect kan hebben op de eigenwaarde van de groep. De vraag is, wat is een stereotypering? Een stereotype is vaak gebaseerd op een versimpeling, een overdrijving, generalisatie. Ik zat na te denken van waar in onze cultuur vinden we dat? Ja. En toen kwam ik eigenlijk op Oost-Europese misdadigers in politieseries. Ja. Oh ja, daar komt er een Poolse persoon in beeld, het is meteen weer een crimineel. Precies, en dat is dus echt een negatieve stereotypering. Je hebt ook positieve stereotypering, bijvoorbeeld de stereotypering van Brabanders en Limburgers als gezellige, bierdrinkende Bourgondiërs. Precies, ja. Nou gebruik ik weer de Bourgondiër als stereotype. Overal waar groepvorming voordoet, kun je die groep samennemen, eigenschappen van die groep benoemen en dat gieten in één personage. Ja. En dat gebeurt natuurlijk voortdurend in films, in series, in fictie eigenlijk. Onze cultuur zit vol met stereotypes van groepen mensen. Ja. En de meeste van die stereotypes vinden wij helemaal niet problematisch. Ja. Ook al zijn sommige negatief. Dit kan, als de gevolgen voldoende ernstig zijn, vervolgens een negatief effect hebben op het privéleven van de leden van de groep. Negatieve stereotypering beschadigt de eigenwaarde. Mm-hmm. En dat beschadigt mogelijk het privéleven. Ik vind dit best wel vage begrippen. Laten we deze fictieve poll even nemen om te concretiseren. Ja, ja. Dus deze poll kijkt naar een politieserie waarin Polen worden afgeschilderd als criminelen. Ja. En deze poll voelt zich minder waardig. Ja, ja. Hij voelt eigenlijk zijn groep devalueren. Ja. Die gaat naar huis en die gaat zitten simmen, op de bank zitten, pizza's eten en denken, ik ben kut. En de vraag is, moeten wij daar als staat iets aan doen? Ja. Moeten wij dan deze poll oppeppen? Ja, of moeten wij tegen die politieserie zeggen, hou er eens mee op, neem eens een Argentijn in plaats van een Pool als boef. En precies. Neem nu eens een Vlaming. Nee, dat is ook weer gevoelig. Neem nu eens een Duitser. Nee, dat is ook weer gevoelig. Neem nu eens een Engelsman. Ja, dat kan. De Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam heeft om een vergunning gevraagd. Het is aan de burgemeester om die al dan niet te verlenen of om daar voorwaarden aan te verbinden. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof blijkt dat de overheid verplicht kan zijn in te grijpen om het privéleven te beschermen. Zelfs als het gaat om zaken die tussen burgers onderling spelen. Daarom moet ook bij de verlening van een evenementenvergunning rekening worden gehouden met artikel 8 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hier wordt gesuggereerd dat een evenement iets is tussen burgers onderling. Mijn vraag is dan, waarom moet er dan een vergunning voor aangevraagd worden bij de gemeente? Ja. Als het iets is tussen burgers onderling. Dat is het dus niet. Omdat de intocht openbare ruimte in beslag neemt. De intocht vindt niet plaats in iemands tuin. Of op een voetbalveld. De intocht vindt plaats in Amsterdam, op straat. Ik ben het eens met het standpunt, maar om een andere reden. Om de tegenovergestelde reden eigenlijk. Ik ben het er niet mee eens omdat de overheid zich moet bemoeien met zaken die tussen burgers onderling spelen. Ik ben het ermee eens omdat de overheid zich moet bemoeien met zaken die zich in het openbaar afspelen. Dat artikel wat geciteerd wordt aan het begin, artikel 8 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens, gaat er juist over dat je in die privésfeer vrij bent. En dat die vrijheid geëerbiedigd wordt in dit land. Stel je voor dat je seksueel opgewonden raakt van iemand die zich verkleedt als Zwarte Piet. Ja. En diegene laat je altijd aan jouw deur binnenkomen. Ja.
En die komt jouw privésfeer binnen. Ja, ja. En dan gaat de deur ook dicht. Ja. En verder heeft niemand last van die Zwarte Piet. Ja. Dan mogen de buren niet daarover klagen. Want nee. Dat gebeurt in de privésfeer. Ja. Dit is even een extreem voorbeeld. Ja. Maar dit schetst het wel aardig. Dan kan ik me beroepen op artikel 8. Ja. Precies. Dan zeg je, ik vind het gewoon fijn als er af en toe een Zwarte Piet is om mij te verwennen. Dat mag. Een aantal eisers is wit. En zij worden door de figuur van Zwarte Piet niet direct persoonlijk getroffen in hun privéleven. Uit de verklaringen van de zwarte eisers blijkt dat zij zich door het fenomeen Zwarte Piet gedurende de intocht minder waard voelen dan witte mensen. Ik ben benieuwd wat de rechtbank gedaan zou hebben met bruine of lichtbruine eisers. Gelukkig hadden ze echt roomwitte en pikzwarte eisers, waardoor ze die grens veel makkelijk hebben kunnen trekken. Ja. Ik weet het niet. Maar stel je voor dat je lichtbruine mensen tussen hebt zitten, tussen die ijzers. Waar deel je die in? Je bent te lichtbruin om je minder waard te voelen. Ja. Jij hoort eigenlijk bij hun. Ja, je hoort eigenlijk bij de blanken. Ga eens bij de witte staan. Ja, wij rekenen jou tot de blanken. Dat minder waard voelen, daar wil ik ook even de aandacht op vestigen. Mm-hmm. Ze voelen zich niet minder gewaardeerd, ze voelen zich daadwerkelijk minder waard. Dus het fenomeen Zwarte Piet is niet alleen stuitend in zijn racisme, het is ook effectief, zou ik kunnen zeggen. Het werkt dus. Ze voelen zich echt minder waard. Die waardevermindering is wel een juist gekozen term. Als dit een racismeprobleem zou zijn. Racisme is niet alleen het onderscheid maken in ras, maar ook het sorteren daarvan. Hiërarchie aanbrengen. Ja, in de rassen aanbrengen. Ja. Hier worden de eisers ingedeeld in wit en zwart. Mm-hmm. Zwarte mensen die kunnen er echt een probleem mee hebben. Witte mensen kunnen er eigenlijk geen echt probleem mee hebben. Een blank iemand kan net zoveel moeite hebben met racisme als een zwart iemand. Maar dat telt hier niet. Dus het gaat niet om moeite met racisme. Het gaat om persoonlijk gekwetst zijn. Stel dat er geen zwarte mensen in Nederland zouden wonen, hè? Dan zou er dus niemand persoonlijk gekwetst zijn. En dan zou dit feest gewoon door kunnen gaan. En dan zou het zo racistisch mogen zijn als de feestvierers willen. Ja. Dat is een implicatie van deze zienswijze. Eigenlijk zou het veel zuiverder op de graad zijn om te zeggen, het is racistisch en daarom laten we het niet onze openbare ruimte in beslag nemen. En dan neem ik weer aan dat het een racistisch feest is. Zij voeren aan dat Zwarte Piet het slavernijverlenen van zwarte mensen benadrukt. Nu wordt eigenlijk duidelijk waarom Zwarte Piet dus een stereotypering van een groep mensen zou zijn. Zwarte Piet is blijkbaar het stereotype negerslaaf. Je hebt een duidelijk zwart iemand en een duidelijk blank iemand. En die blank iemand is de officiële leider en die zwarte iemand is de officiële knecht. Het uiterlijk, zwart, dikke rode lippen. Je ziet het ook in de vroege albums van George en Shimmy. Hoe Shimmy daar afgebeeld wordt, dat is een beetje Zwarte Piet-achtig. Ja. Van vroeger had je ook musicals met zwarte mensen. Dat waren blanke mensen die geschminkt werden. Blackface. En ook, precies. Ja. En ook rode lippen kregen. Kuifje in Afrika heeft ook vaak onder vuur gelegen. Wat die kenmerken betreft, zou je inderdaad Zwarte Piet kunnen zien als een stereotypering van een groep mensen. Maar is het ook een negatieve stereotypering? Dat weet ik niet zo zeker. Die Paul die jij net noemde, die alleen maar als misdadiger wordt afgebeeld in elke politie-serie, nou, dat noem ik echt een negatieve stereotypering. Misdadiger. Ja. Maar Zwarte Piet, het is een sympathiek personage. De roe en de zak, de zak waar kinderen ingaan, die bestaan niet meer. Hè? Ja. Die zitten nog wel in wat oude liedjes, maar Zwarte Pieten hebben geen roe meer. En er wordt ook niet meer daadwerkelijk gedreigd met kinderen in de zak stoppen. Ja. In die zak zit nu snoepgoed en cadeaus. Stel dat deze uitspraak waar is. Stel dat de Zwarte Piet het slavernijverleden van zwarte mensen benadrukt. Ja. Dan nog weet je niet of die benadrukking ten goede of ten slechte is. Ja. Want je zult altijd iets moeten benadrukken als je het erover hebt. Precies, want een benadrukking van het slavernijverleden vinden wij sowieso niet per definitie kwalijk, want we benadrukken het de hele tijd met herdenkingen en monumenten, dit jaar nog. En vervolgens is de vraag, is deze benadrukking van het slavernijverleden, als het dat is, wat ik niet wil stellen, maar even aangenomen dat het dat is die verkeerd? Het is geen plechtige viering van de slavernij. Het is niet de dag waarop we allemaal zeggen, hadden we nog maar slaven? Het is eerder een spel met het verleden. Een spottende kijk erop. En we bespotten niet alleen de slaaf, we bespotten ook de blanke meester. Want Sinterklaas is ook een bespottelijk personage. Ja, dit is een verwarde, verstrooide oude grijsaard. Ik moet denken aan Sancho Panza en Don Quixote, waarbij Don Quixote de verwarde oude gek is. En Sancho Panza is zijn knaapje, zijn schildknaap. Dus hij is echt de onderdrukte rol. En hij maakt ook de hele tijd
naïeve, dommige redeneringen, klunzige redeneringen. Ja. Maar uiteindelijk zit er heel veel wijsheid in Sancho Panza en heel veel domheid in Don Quixote. Ja. En door dat verhaal heen ga je denken, wie drijft nou de spot met wie? Ja. Wie is nou de echte machthebber? Wie heeft nou echt de touwtjes in handen? Ja. Wie bestuurt wie? Enzovoort. Daarom vind ik het Don Quixote verhaal heel vergelijkbaar met het verhaal van Sinterklaas en de Pieten. Waarbij de Pieten ook constant de macht bevragen en de spot drijven en het Sinterklaas bemoeilijken. Ja. Alles komt altijd vanzelf weer goed. Ja, zo is het ook. Sinterklaas, dan heb ik toch namens alle kinderen hier op het plein wel één vraag. Hoe komt alles dan vanzelf weer goed? Het is een machtsbalans. Dus. Het is een machtsbalans, ja. Zwarte Piet en Sinterklaas is een heel mooi machtsbalans zelfs. Een klassieke machtsbalans. Ja. Die terugvoert tot aan de allereerste roman, Don Quixote. Het is een klassieke vertelling van de oude grijzaard die de baas is. Dat duidelijk niet aan kan. Ja, ja. En de Pieten die achter zijn rug de spot drijven met de oude man. Ja, en trouwens, dat soort duo's, hè, die heb je ook heel veel in kindertelevisie, bedenk ik nu ineens. Ja. Samson en Gert zijn een goed voorbeeld. Sinterklaasje, domme, domme, domme. Nee, Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Oh. Ik hoop dat Sinterklaas dat niet heeft gehoord, hè, zeg. Allee, Samson, geef nu toe. Het is toch mooi geweest. Samson is ook de domme. Mm-hmm. En Gert de slimme. Samson is het kind en Gert de volwassene. Personage 1 doet intelligent, doet zich voor als iets. Personage 2 brengt daar iets tegenin waarvan personage 1 zegt van ja, maar dat is dom. En langzaamaan zien we dat dat niet dom is, maar juist transparant en juist fundamenteel. En daarmee eerlijk en daarmee slimmer. Ja. En we moeten echt naar huis, ik heb trouwens nog veel werk. Ja, mama Gertje, wat moet jij dan nog allemaal doen zo? Ja, wij moeten bijvoorbeeld ons schoentje nog zetten. Hm? Maar zeg, mama Gertje, ik kan toch geen schoentjes zetten, want ik heb geen schoentjes. Ja, dat is ook weer waar. De educatieve potentie van dit soort verhalen is dat degene in de underdog-positie leert dat je dat helemaal niet onmachtig maakt. Ja. Dat je misschien zelfs meer macht hebt in de underdog-positie. Ja. En dat macht ook maar iets relatiefs is. En dat machthebbers helemaal niet per se de slimme zijn. En dat is heel belangrijk. Om dat verhaal keer op keer te blijven vertellen. Ja. En daar heb je een dubbele bodem voor nodig. Iemand die dat niet ziet, wat ik zie, die zou naar Samson en Gert kunnen kijken en denken, Samson is de hond van Gert. Is dus ondergeschikt aan Gert. Ja. Hij maakt ook taalfouten. Dus Gert is slim, Samson is dom. Ja. Die ziet dus niet dat via Samson eigenlijk met Gert gespot wordt. Ja. En de andere volwassenen in de serie, die heel kinderachtig zijn. Ik herken me meer in de figuur van Zwarte Piet dan in de figuur van Sinterklaas. Ja. Als ik het op archetypisch niveau bekijk. Ja. Ik lijk meer op Zwarte Piet, omdat ik me altijd afhankelijk voel van een grote man met een baard, bij wijze van spreken. En ik constant de ruimte moet inschatten. En moet kijken, waar ligt de grens van mijn vrijheid? En waar liggen mijn beperkingen? Ja. En hoe kan ik daar de spot mee drijven? Ja. Dus ik denk dat de figuur Zwarte Piet een veel herkenbaarder archetype is voor alle Nederlanders dan de figuur Sinterklaas. Stel dat de IJssers gelijk hebben en dit verhaal verwijst naar ons slavernijverleden, dan nog is het verhaal heel goed te lezen als een slavernijverhaal dat de spot drijft met die tragiek. Ja. In de meest kwalijke interpretatie, kunnen we nog steeds een zeer interessante potentie lezen. Door dit feest op deze spottende manier te vieren, zou je de gevoeligheid kunnen wegnemen van het slavernijverleden. Ja. En zouden we het dus een keer kunnen hebben over de reële slavernij die nu plaatsvindt. Ja. Kleine kinderen worden klaargestoomd om te functioneren in dit systeem, waarin ze spullen kopen, spullen kopen, spullen kopen. Om in die eindeloze aanvoer van producten te voorzien, vindt er slavernij plaats over de gehele wereld. Het Sinterklaasfeest zou een mooi vehikel kunnen zijn om die tragiek bloot te leggen. Ja. We zouden daadwerkelijk uitspraken kunnen doen over de reële, zich voordoende slavernij. Zolang dat onderwerp nog in de taboesfeer hangt, kun je het dan moeilijk over hebben. De taboe herken je altijd aan, je moet er iets van vinden en tegelijkertijd mag je er maar één ding van vinden. Ja. Stel je voor dat het Sinterklaasfeest de spot drijft met de slavernij, dan zou je een feest hebben wat dit probleem juist van de taboesfeer wegtrekt. Ik bedoel, het is niet ons feest, nogmaals. Maar als we dan toch gaan veranderen, zorg dan dat die spottende verwijzingen scherper worden. We zeggen niet dat het feest dit nu betekent, maar wij zeggen alleen dat het feest dit zou kunnen betekenen zonder dat Zwarte Piet ophoudt zwart te zijn. De Zwarte Piet kan in zijn zwart geschminkte gelaat expliciet verwijzen naar de slavernij en toch een zinnige bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur. Een zinnigere bijdrage dan dat hij nu doet. IJssers ervaren dat als belediging van hun ras in zijn algemeenheid en van zichzelf als zwart mens in het bijzonder.
Hier wordt gezegd, zwarte mensen zijn een ras. Dat is wetenschappelijk niet aan te tonen. Niet alleen de IJzers zijn beledigd, het hele zwarte ras is beledigd. Ja. Ook de mensen die zich nog niet bewust waren van het feit dat ze bij een ras hoorden, laat staan dat ze beledigd moesten zijn door Zwarte Piet. Hallo mensen, jullie ook. Jullie zijn ook beledigd, het hele ras. Als zwarte mensen dan een ras zijn, hoe beledig je een ras? Volgens mij kun je een ras net zo min beledigen als een land. Als er wordt gezegd, Nederland is beledigd door het liedje van een Mexicaans meisje op YouTube, waarin zij scheldt op Nederlanders. Dan zou ik als Nederlander meteen zeggen, nee, Nederland is niet beledigd. Er zijn mensen in Nederland beledigd. Daar niet bij. Dus daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja. IJzers ervaren dat zo. Ja, dat is aan hen. Maar ik vind dat niet kloppen. Ja. En van zichzelf als zwart mens in het bijzonder. Kijk, dat klopt wel. Zij zijn beledigd als zwart mens in het bijzonder. Precies. En dat komt ook overeen met die eerdere kwalificatie, persoonlijk getroffen. Persoonlijk getroffen in het privéleven. Ja. Laten we het daar dan ook bij houden. Ook hebben zij verklaard dat zij vanaf hun kindertijd worden geassocieerd met de figuur van Zwarte Piet. Daarom zijn de zwarte IJzers wel persoonlijk getroffen. Dat snap ik heel goed. Dit is een terecht punt, vind ik. Ik ben het ermee eens dat dat een nare bijwerking is van het feest. En dat heeft dus weer te maken met die publieke sfeer van dat feest. Ja. Alle kinderen groeien op met de figuur Zwarte Piet. Kleine kinderen kunnen moeilijker het onderscheid maken tussen een Zwarte Piet en een Nederlander met een donkere huidskleur dan volwassenen. Maar juist kinderen krijgen dit feest voorgeschoteld ieder jaar. Ja. Dus we verlangen nogal wat van hen. Ja, precies. Om en mee te gaan in dat feest, maar wel heel goed te snappen dat de Surinamers geen Zwarte Pieten zijn. Natuurlijk niet. Absoluut niet. Ja. Ja, oké, okay, maar je hebt wel dit feest ieder jaar. Precies. En deze gevoeligheid zou je inderdaad heel eenvoudig kunnen omzeilen door Zwarte Pieten vanaf nu gekleurde pieten te noemen en allemaal een ander kleurtje te geven. Trouwens, waarom moeten de pieten überhaupt een kleur hebben? Ze kunnen ook maskers op hebben. Of ze kunnen ook, je kunt ook blanke pieten hebben. Ja, of gewoon blanke pieten. Je ziet toch dat het je oom is. Misschien is het nu dan wel tijd om te verwijzen naar een andere manier waarop Sinterklaas gevierd wordt. En er zijn gebieden in Europa waar Sinterklaas nog gevierd wordt op een voorchristelijke / vroegchristelijke manier. Ik denk dat we nu wel weten waar de roe vandaan komt. En dat de roe niets te maken heeft met het slavernijverleden. Ik heb één plaatje ook van wat ik een heel sterk plaatje vind. En hier zie je een demon eigenlijk. Ja. Je ziet hier ook de zak. Meer een soort ton op de rug van de demon. Waar de kinderen huilend in zitten. En de roe in de hand. Ja. Deze figuur is inderdaad zwart. Hij heeft gewoon de kleur van de nacht, zou ik zeggen. De kleur van het duister. De kleur van het duister. De kleur van de angst. Ja. Dus om de geschiedenisles compleet te maken. Mm-hmm. Waarschijnlijk, weten het niet zeker, werd het Sinterklaasfeest in Nederland een tijd lang gevierd op ongeveer de manier die we net zagen. Mm-hmm. Toen is Zwarte Piet een hele tijd weg geweest uit de traditie en hadden we alleen Sinterklaas. Mm-hmm. En toen heeft Jan Schenkman een kinderboek gemaakt waarin hij de zwarte knecht introduceerde. Het was in 1850. En vervolgens zijn de attributen van de oude Zwarte Piet, de zak en de roe, toegevoegd. Je zou er een echte satire op het slavernijverleden van kunnen maken. Ja. Op die manier zou je het kunnen rechtvaardigen. Maar je zou ook terug kunnen gaan naar de oerpiet. Precies. En dan ontdoe je je ook van dit probleem. Precies. Ik neem aan dat er geen enkele persoon is die zal durven beweren dat hij hier weer uitgebeeld wordt. Hier zal iedereen zich van distancieren. Dus hebben we eigenlijk al meerdere mogelijkheden gezien in dit feest. Ja. Je zou het feest kunnen blijven vieren en het uit de gevoelige sfeer kunnen trekken. Dat er een satire van te maken of een horror. Maar dat is niet iets wat de overheid kan beslissen, dat het voortaan zo gevierd wordt. Als het ooit zo gevierd zal worden, dan zal dat het resultaat zijn van een langzame evolutie. Dus dat is geen oplossing van het acute probleem. Oké, okay. Laten we doorlezen. De rechtbank stelt vast dat in de aanvraag en de vergunning niets is geregeld over Zwarte Piet. Dat betekent dus dat bij de intocht van het stereotype beeld gebruik kan worden gemaakt. Dus zwart, dikke rode lippen, dom, knecht. Zwart? Ja. Dikke rode lippen? Ja. Dom en knecht? Nee. De redenering is knecht, dus slaaf. Maar ik zie
vooral een vergelijking met Sancho Panza, wat ik al zei. De burgemeester heeft in zijn beoordeling van de intocht niet daadwerkelijk getoetst aan artikel 8 van het verdrag voor de rechten van de mens. En gezien de stukken en de verklaringen van eisers had hij dat wel moeten doen. En de burgemeester wordt nu verweten dat hij geen oog heeft gehad voor artikel 8. Ja. Zo blijkt dat het college van de rechten van de mens vindt dat Zwarte Piet een racistisch onderdeel is van de Sinterklaas-traditie. Ook al is het niet racistisch bedoeld, dat wordt wel als kwetsend ervaren. Of Zwarte Piet een racistisch onderdeel is van de Sinterklaas-traditie, hangt ervan af hoe het Sinterklaasfeest gevierd wordt. Je kunt Zwarte Piet inderdaad gebruiken als een racistisch onderdeel van het feest. Je kunt het feest ook vieren met Zwarte Piet, zonder dat daar een racistisch idee achter zit. Precies. En dan is het dus ook, vind ik, niet racistisch. Het hoofd van de politie in Den Haag heeft gezegd dat Marokkaanse jongeren per definitie crimineel zijn. Dat ze een crimineel gen hebben. Ja. Nou, dat is racisme. Ja. Racisme is geen effect. Racisme is een idee. Ja. En het kwetsen is het effect. Zwarte Piet is deels een erfenis van de oerpiet, die niks met slaven te maken heeft. Mm-hmm. Maar deels ook een erfenis van ons vroegere racisme. Dat algemeen was en heel normaal in die tijd. Dat racistische gedachtegoed is weg. Of grotendeels weg. Mm-hmm. Bij de Sinterklaasvierders. Maar we hebben nog wel dat personage dat deels daarvoor staat. Ja. Zonder dat wij ons daar echt bewust van zijn. En nu zeggen eigenlijk de eisers, wij zijn ons daar wel bewust van. En wij vinden dat storend, we vinden dat kwetsend. En ik moet zeggen, daar zit wel iets in. Uit een onderzoek van de gemeente blijkt dat veel zwarte Amsterdammers zich gediscrimineerd voelen door de figuur van Zwarte Piet. Ook blijkt dat veel Amsterdammers zich kunnen voorstellen dat zwarte mensen zich door de figuur van Zwarte Piet gediscrimineerd voelen. De gemeente is dus zwarte Amsterdammers gaan interviewen. Nogmaals de vraag, waar heeft de gemeente de grens getrokken tussen bruin en zwart? Ook de gemeente, die doet nu hetzelfde als de rechter. De gemeente, de rechter, iedereen bouwt mee aan het in stand houden van de kleurenkaart. Er zijn oneindig veel gradaties tussen heel erg blank en heel erg donker, bijna zwart. En alle mogelijke tussentinten komen voor. Ja. Dus wanneer je zegt wit-zwart, ben je bezig met mensen opdelen in rassen die niet echt bestaan. En dat is de eerste stap naar racisme. Ja. Hier valt me dus opnieuw op dat de bestrijding van racisme direct leidt tot denken in rassen. Discrimineren betekent letterlijk anders behandelen zonder dat daar een goede reden voor is. Maar zwarte Amsterdammers worden toch niet behandeld door de figuur van Zwarte Piet. Als Sinterklaas zou aankomen en Zwarte Piet zou 10 pepernoten aan een blank kindje geven en 5 pepernoten aan een donker kindje. Ja. Dan ja. discrimineert Zwarte Piet. Ja. Zwarte Piet is een figuur in een verhaal. En dat heeft een weerslag op de samenleving. En die weerslag leidt ertoe dat er nu en dan situaties ontstaan waarbij donkere mensen gediscrimineerd worden. Ja. Het college voor de rechten van de mens is door de overheid in het leven geroepen om situaties over discriminatie en racisme te beoordelen. Niet situaties over discriminatie en racisme, maar situaties waarin discriminatie en racisme een rol spelen. Een workshop over het onderwerp discriminatie, dat is een situatie over discriminatie. Maar ik denk niet dat het daarover gaat. Er is verder geen reden om aan de representativiteit van het onderzoek van de gemeente te twijfelen. Ja goed, dat zal dan wel. Roepen mensen aanduiden met veel, vind ik niet heel erg doorwrocht. Klinken, maar zelfs in de volledige uitspraak staat niet hoeveel mensen er ondervraagd zijn. Er staan wel percentages, dus wat dat betreft worden ze preciezer. Geen enkel percentage boven de 50, dus geen enkele meerderheid. Dus hier wordt veel duidelijk bedoeld in absolute zin. 7% vond het kwalijk, maar er waren nog altijd veel mensen. Ja. Als ze dit onderzoek hadden vertrouwd, hadden ze ook zeker niet gezegd dat er geen reden was om eraan te twijfelen. Ja, ook dat. Het is waar dat de intocht maar een klein onderdeel van de hele Sinterklaasviering is. Maar de Sinterklaasviering in Amsterdam begint wel elk jaar met deze intocht. En vervolgens maakt Zwarte Piet elk jaar weer, gedurende meerdere weken, een niet te missen onderdeel uit van het dagelijks leven. Dit vind ik een waardevolle toevoeging. Die optocht, die is op straat. Dat zeg ik, dat zegt niet de rechter, maar dat vind ik belangrijk. En vervolgens
maakt Zwarte Piet niet te missen onderdeel uit van het dagelijks leven. Hij is overal zichtbaar, wekenlang. Ja. Als je hem niet wil zien, dat kan bijna niet. Dan moet je jezelf gaan opsluiten. De middenstand profiteert ook enorm mee van dit evenement. In supermarkten, in winkels, overal wordt het beeld van Zwarte Piet en Sinterklaas herhaald. Ja. Afgebeeld op producten enzovoort. De vraag is steeds, in hoeverre schaadt het het privéleven? Ik zou zeggen, zodra er een situatie is dat je het niet meer kan omzeilen, dan is er wel degelijk sprake van een inbreuk op het privéleven. Wat ik vind eigenlijk van deze eis, het legt de nadruk op een probleem aan het Sinterklaasfeest, dat echt een probleem is. Daar ben ik het mee eens. Mm-hmm. Misschien niet zo'n groot probleem als sommige mensen vinden, maar wel een probleem. Terwijl er andere problemen zijn aan het Sinterklaasfeest die niet worden besproken. Precies. Doordat een basisschool het ook viert en de hele televisie en bioscoop het ook viert, kun je als ouder bijna niet anders dan eraan meedoen. En dus tegen je kind zeggen dat er een bisschop is met knechten die met een boot uit Spanje komt en cadeaus uitdeelt aan lieve kinderen. Die leugen moet je bijna aan je kinderen gaan vertellen, omdat je anders voor lastige dilemma's kan komen te staan. Als je als ouder tegen je kind zegt dat vieren andere kinderen, maar wij doen het ermee want het is onzin, het Sinterklaas bestaat ook niet echt, dan loop je het risico dat jouw kind de pret gaat bederven voor andere kinderen. En dan ben jij daar als ouder schuldig aan. Alleen maar omdat jij eerlijk bent geweest tegen jouw kind. Die ouders die zouden wat mij betreft ook terecht op grond van artikel 8 een rechtszaak kunnen aanspannen. Bijvoorbeeld tegen hun school. Door te zeggen, mijn kind wordt door mijn school gedwongen mee te doen aan een leugenachtig feest. En ik word nu bijna gedwongen om tegen mijn kind te liegen. Ja, omdat ik het anders verpest voor andere kinderen. Precies. Dat is ook een mooie, ik vind dat een mooie samenvatting. Wij staan heel erg achter de aanklagers. Ja. Alleen ik heb wel af en toe het idee dat de aanklagers de consequentie niet overzien van deze uitspraak. Ik ken iemand, dat is een goochelaar met een lange baard. Ja. En die man wordt altijd Sinterklaas genoemd. Ja. Terwijl die man gewoon toevallig een witte lange baard heeft. Ja. En deze persoon zou ook kunnen zeggen dat Sinterklaas een kwetsende stereotypering is. Hij zou op die manier eenzelfde soort rechtszaak kunnen beginnen. Ja. En dan zou Sinterklaas in het geding komen. En bisschoppen zouden dat ook kunnen doen. Misschien kunnen we nu wel concluderen dat dit allemaal problemen zijn die bijna automatisch ontstaan wanneer je van een heel specifiek fenomeen zegt, dit is onze cultuur. Ja. Zo gaan wij het doen. Hieruit blijkt dat je dat soort uitspraken eigenlijk alleen maar met rechten kunt doen over de meest basale menselijke gedragingen. Je gaat niet inbreken in een andere woning en daar spullen uitjatten. Dat is onze cultuur. En dat is wereldwijd de algemene cultuur. Ja. Dat is iets algemeen menselijks. Ja. Dat je dat afkeurt. Maar dit is een raar feest. Met allerlei rare uitsteeksels die niet allemaal door de beugel kunnen. En als je daarvan zegt, dit is onze cultuur, dan haal je je problemen op de hals. Deze uitspraak kan elke groep van 8 mensen verleiden om een vergelijkbare klacht op een andere grond te plaatsen. Ja. Net zolang tot het feest omvalt. Per ronde kun je dat gaan proberen. En dan binnen 5 of binnen 10 jaar kan dat feest niet meer publiek gevierd worden. Ja. Alleen dan gaat de middenstand weer klagen. Als er een inbreuk is op het privéleven, dan moet er een afweging worden gemaakt tussen de belangen van in dit geval de zwarte eisers en de maatschappij. De burgemeester moet, er staat hier het belang van de maatschappij afwegen tegen het belang van deze zwarte eisers. Maar eigenlijk staat er, vind ik in de hele uitspraak, dat de burgemeester het belang van wit moet afwegen tegen het belang van zwart. De samenleving wordt opgesplitst in wit en zwart. Wit wil dit feest vieren, al begrijpt een groot deel van wit dat zwart daar problemen mee heeft. Zwart heeft er problemen mee. Wit kan niks op het feest tegen hebben. Hè? Wit is niet ontvankelijk. De witte eisers. De zwarte eisers wel. Die zijn persoonlijk geraakt en voelen zich minder waard door dit feest. Wit en zwart worden echt tegenover elkaar geplaatst. En de burgemeester moet gaan kiezen. Ze maken het zichzelf hier onnodig moeilijk, vind ik. Ja. De zwarte eisers zijn een deel van de maatschappij. En je hebt dus een fenomeen dat de maatschappij beheerst, 1 keer per jaar, dat mag je best zeggen, dat het de maatschappij beheerst, waar een deel van de gemeenschap heel ontevreden over is. En dat ook negatieve bijwerking heeft voor een deel van de gemeenschap. En de vraag is, moet de overheid dat fenomeen stimuleren of niet stimuleren? Moet deze traditie wel zoveel aandacht eisen? Ja. Kunnen we niet gewoon volstaan met een kleine bijeenkomst op Noord? We zijn sinds 4 jaar van mening dat de kunstenaars zichzelf maar moeten gaan bedruipen. Misschien moeten de tradities zichzelf ook maar eens gaan bedruipen. Ja, precies. Anders krijgt de traditie veel meer ruimte dan de kunst. Ja, nu moet, omdat het een traditie is, moet het allemaal gesteund worden. Ja. Dus in die zin is zo'n goed toneelstuk vind ik het niet. Wat jij zegt is, als ik het goed begrijp, dat we die publieke
invloed moeten bevragen. Ja. En dat dit een hele terechte vraag is. Ja, ja. Tegelijkertijd moeten de aanklagers zich realiseren dat iedereen in de privésfeer juist mag doen wat hij wil. Ja. Daar is juist dat artikel 8 ook voor bedoeld. Ja. Dus stap 1, stop met dat belachelijke onderscheid op basis van ras. Ja. Dat is de enige manier om racisme af te schaffen. Ja. Constateer vervolgens ongelijkheid. Er is ongelijkheid. En pak die ongelijkheid aan. En kijk waar die vandaan komt. Kijk waar die vandaan komt. Bijvoorbeeld door een publiek feest met Zwarte Pieten. Ja. Schaf de publieke variant van het Sinterklaasfeest af. Zorg dat je vervolgens iedereen met rust laat in hoe je dat thuis beleeft. Ja. En laat het zijn gang gaan. En dan mag je het zo racistisch doen als je wilt. Wil je daaraan toevoegen? Ja, precies. Dan iedereen zoals hij het zelf mag wil. Mag expliciet racistisch zijn. Leg hem aan de ketting. Geef hem met de zweep, die Zwarte Piet. Doe wat je wilt, maar doe het thuis.